Dames en heren, zullen we? Ja, we zullen. Schietlijst bij de hand. Misschien een lichtje van uw mobiele telefoon. Om wat aantekeningen te maken van wat u gaat zien vanavond. Het werkt als volgt. Ik ga precies voor u vertellen wat er wordt afgeschoten. En u kunt dat zien. En dan kunt u noteren of u er 50 van wil hebben. Of misschien wel 100 stuks. Het is allemaal mogelijk bij Goudvuur. En u kunt ons uiteraard vinden, dat ga ik straks allemaal vertellen, op www.goudvuur.nl. Nou, dames en heren, heren op het veld, daar gaat hij. Nummer 1, we beginnen heel klein met een fontein van importeur Leslie. En de naam van dit stuk vuurwerk is Crackling Connick, voor 10 euro. Ja, u mag natuurlijk applaudisseren of oorroepen. Ja, dan noteert u maar. Dat is altijd leuk om te beginnen in uw straat met een paar van deze fonteintjes. Het was nummer 1 op uw lijst. Van importeur Leslie de Crackling Connick. Voor slechts 10 euro bij ons verkrijgbaar. Gaan we door naar wat mooier werk durf ik niet te zeggen. Want dat is allemaal fantastisch natuurlijk. Nummer 2, dat is een cake. Van importeur Vulcan, 16 schoten en de naam van dit vuurwerk is The Godfather. Nou ben ik ze vergeten te tellen, waren het er echt 16? Nee. Ja, ik hoorde je dat het er echt 16 waren. Nummer 2 was dit. 10 euro, het is geen geld. 16 schoten, dat is een cake, dat is een doos met van die pijpjes erin van importeur Vulcan bij ons. Verkrijgbaar. Dames en heren, jongens en meisjes, belangstellenden, we gaan door naar nummer 3. En dat zijn 20 schoten, dat is een cake, dat is weer zo'n doos die u op de grond zet, aansteekt en maakt dat u wegkomt. Importeur Vulcan. En dit stuk vuurwerk heet Sunshine. Ja, laat u maar horen. Oh. 12,50 euro. En zeg nou zelf, dat is geen geld. André, ik wil een 10. Goed zo. Oei, dat wordt vervelend straks als we aan het eind van deze lijst komen. Maar dat geeft niet. Het is maar één keer oud en nieuw. Dames en heren, dit was nummer 3 die u zag. De 20 schoten Sunshine. We gaan door naar nummer 4 op uw lijst. Dat zijn weer 16 schoten. Een 16 shots cake van importeur Vulcan en de naam van dit vuurwerk is de Blue Pearl. Oh! 16 schoten heeft u gezien. Dit was nummer 4, de Blue Pearl. En daar betaalt u voor 15 euro per stuk. Uit voorraad, leverbaar via de webshop. Of straks aan de Nijverheidsstraat, maar daar vertel ik u straks weer over. Gaan we door naar nummer 5. Zolang de voorraad strekt, heel goed. Ja, op is op, weg is weg. Nummer 5 op uw lijst, dat is weer zo'n cake.
2x16 shots van importeur Vulcan. Dames en heren, wij presenteren de Happy Hour. Ik hoor dat iemand die staat zit te tellen. Klopt het? Ja? Waren het er 2x16 of niet? Het was heel goed. 28. Nummer 5 was dit. 2x16 schoten. Happy hour. Ik vergeet de prijs te vermelden, maar dat ga ik natuurlijk nu even doen. 20 euro. Wordt het nu tijd voor nummer 6? Dat zijn 19 schoten. In zijn mooie doos. Van importeur Vulcan. Voor een prijs van 20 euro gaat u nu kijken naar de Magic Balls. Wel een keuze kunnen maken. Gewoon noteren, gewoon alles. Doe maar 3 keer, geen probleem. Nummer 6, de Magic Balls. En ook die heeft een prijs van 20 euro. Gaan we door naar nummer 7 op de lijst. En daar ziet u staan een type, dat is weer een cake van 16 schoten. Andere importeur, Leslie. En nou, die titel die belooft wat. Voor 23 euro, Bombs Away. Ja, dames en heren, mag ik even tussendoor een enorm applaus voor die mannen die dat afsteken? Ja, ja, heel goed. Die doen dat nog maar even voor ons vanavond. Zo is dat. Op een uiterst veilige manier. Ze vragen wel eens aan ons, doen ze dat met een sigaretje? Nee, dat doen ze niet met een sigaretje, maar dat tussendoor. Bomsenwee is af voor 23 euro. En dan nu nummer 8. Dat staat op dat die prachtige naam Golden Gorilla. Maar die kunnen wij u helaas niet laten zien. Want die hebben wij vanwege aanleveringsproblemen niet op tijd binnengekregen. Dus de nummer 8 slaan we over. Jammer, ik had die Golden Gorilla wel eens willen zien. Ja toch? Ja. Gaan we naar nummer 9. Het aantal schoten gaat omhoog, dames en heren. 25 schoten van importeur Vulcan. Voor de prijs van 32,50 euro, de EMU. Hoeveel kan ik er voor u noteren? 10? Oké, staat genoteerd. Geen enkel probleem. Is allemaal aan te leveren. De EMU, dat was nummer 9 die u zag. De prijs is 32,50 euro. U kunt het allemaal terugvinden op uw schietlijst. Het is tijd voor nummer 10 waar we naar gaan kijken. Dat zijn weer 25 schoten. Importeur Vulcan. De prijs is 37,50 euro en u gaat nu kijken naar Intensity.
Ja, mooi hè. Ik hoor het hier omheen. Dat was ook weer een hele mooie. De Intensity, €37,50. Nummer 10 op de lijst. En zoals u kunt zien zijn we nu toe aan nummer 11. En nu begint het echt leuk te worden. We gaan kijken naar 70 schoten. Jawel, dames en heren. 70 schoten door importeur Vulcan. En een hele mooie toepasselijke naam. Wonderful Heaven. Is €37,50. Er is geen geld. Inderdaad, meneer, er is geen geld. Nou, dat bedoel ik. Zijn we nu toe aan nummer 12? Dat is weer een cake van onze bekende importeur Vulcan. 30 schoten voor de prijs van €40. En u gaat kijken naar een vuurwerk met de naam Stork. Ja, is die mooi of is die niet mooi? Ja, ik vind hem weer fantastisch. De Stork, €40. Nummer 12 op uw lijst. Noteert u hem of onthoudt u hem. Gebruik de lijst om te onthouden of op te schrijven wat u mooi vindt. Nummer 13, vast niet een ongeluksgetal. 25 schoten is een cake van importeur Vulcan. De prijs is €40 en we gaan kijken naar de Grasshopper. Die zit eigenlijk altijd aan de achterkant, aan het laatste. Hij was weer mooi deze. Jazeker, nummer 13, de Grasshopper. €40. 25 schoten in cake. En voor de mensen die niet weten wat een cake is, dat is niet zo'n ding wat u bij de koffie of thee drinkt. Of eet. Dat is een doos waar allemaal die mooie pijpjes in zitten. En daar komen ze uit. Hartstikke veilig. Aansteken, wegwezen en genieten. Trouwens, mocht u straks iets te drinken willen, onze kantine hier is open. U kunt van alles krijgen, ook voor het goede doel, maar daar ga ik u straks nog iets meer over vertellen. We gaan eerst kijken naar nummer 14. 36 schoten cake van importeur Vulcan. Voor de prijs van €45. En de naam van dit vuurwerk is Orca.
Ja, heel goed. Nummer 14. 36 schoten. U heeft gekeken naar de Orca. En ik noem de prijs nog even voor u op. 45 euro. En u kunt het allemaal krijgen op www.goudvuur.nl. En mocht u daar meer over willen weten, kom gerust eventjes straks naar binnen. Dan komt dat helemaal goed. Gaan we nu naar nummer 15. En u ziet het al staan. Nu gaat het heel interessant worden. 100 schoten. Ik ga ze niet voor u tellen. Hoeft u ook niet te doen. Gewoon genieten. 100 shots cake van importeur Vulcan met de naam Flying Fox. Ja, dat is dan even een verrassingseffect. Als je denkt dat het is afgelopen, dan komt er nog wat. Een prachtig stuk vuurwerk, 100 schoten en dat allemaal voor 55 euro. En het is altijd erg leuk welke prachtige namen ze voor dat vuurwerk verzinnen. Dit was de Flying Fox. U keek naar nummer 15 op de lijst. Ga door, nummer 16. Importeur Vulcan. En het is een zogenaamd compound vuurwerk. U gaat dat vanzelf zien. Nu gaat de prijs iets omhoog. 135 euro. En u gaat nu kijken naar Montreal. Deze een applaus of niet? Jazeker! Is die mooi of is die niet mooi? Dit is er wel eentje, als u hem neemt, let u alsjeblieft op de veiligheid als u hem gaat afsteken. Loop niet naar die doos toe, want als je denkt dat die is afgelopen, dan komen er nog een paar enorme knallen gratis achteraan. Nummer 16 was dat, voor de prijs van 135 euro, Montreal. We zijn alweer toe aan nummer 17, het gaat snel. Het is weer een compaat. Dat betekent dat er van alles kan komen. Van importeur Vulcan. Voor de prijs van 145 euro. Nummer 17 op uw lijst. Dames en heren, we gaan kijken naar Oman.
Ja, dat hangt erin. Heel mooi. En ik hoor dat u spontaan gaat applaudisseren. Hartstikke mooi. Noteren nummer 17. Ik ga er even over nadenken of ik er 6 wil hebben of dat ik er 8 wil hebben. Het ligt er een beetje aan hoeveel kerstbonus ik van mijn baas krijg. Waarschijnlijk niet zoveel, maar het komt allemaal wel goed. Nummer 17 zag ik, was echt een hele mooie. De Omen, en die heeft een prijs van €145. En die is ook straks te verkrijgen tijdens de verkoopdagen bij Goudvuur aan de Nijverheidsstraat 21 in Gouda. U zoekt er ook even onze website www.goudvuur.nl. We zijn door nummer 18, dat is de laatste op uw lijst. Maar even een kleine tip, gaat u nog niet meteen weg, want er komt zo meteen nog een toegift. Nog een hele mooie op. Nummer 18, we gaan kijken naar een compound van importeur Vulcan. De prijs is €155, met een prachtige naam. We presenteren u de Predator. Wauw. Iets anders kan ik er niet over zeggen. Wauw. Dames en heren, we hebben ze allemaal gehad. Maar gaat u nog niet weg? Loopt u nog niet weg? Want we hebben zometeen nog een prachtige finale voor u. Maar eerst hebben wij iets veel belangrijkers. Pak uw schietlijst er even bij. Mocht u hem in uw zak hebben gestopt, haal hem tevoorschijn. Want op uw schietlijst zit een nummertje geniet. Rechts bovenin. Heeft Barbara hier heeft daar uren aan zitten werken om 2500 lijsten van een nummertje te voorzien. Ja toch? Ja. En nu wordt het heel spannend. Kijk goed naar het nummer u heeft, want we gaan een fantastische prijs. Wat zijn de prijzen, Barbara? Een vuurwerkpakket. Een prachtig vuurwerkpakket. Ja. Nou, dan gaat hij. De eerste prijs is gevallen op lot nummer 952. Wie is die winnaar? Mocht u dat lot hebben, mocht jij dat lot hebben, kom even naar de kantine. Kom even hierheen. Daar zie je een meneer met een microfoon staan, dat ben ik. Kom gerust even deze kant op. De eerste prijs is gevallen op 952. Bingo. We moeten even strak checken. We hebben nog een prijs. Ja, ja, we hebben er nog één. Ik geef het loodje even aan onze waarste notaris. Oh ja, die staat hier. Ik denk dat er is een notaris. Zonder notaris geen trekking. Kan niet, hè? Ja, ik zit u weer onnodig in spanning te houden. Jan, heb je trom geroffel of moet ik het zelf doen? Moet ik het zelf doen? Oké, okay. Daar gaat hij dan, hè? Het tweede vuurwerkpakket is gevallen op lot nummer 513. 513.